Sinds 2015 woon ik twee keer Eerste Nationale Asdaf Kleine Halve Font. Eerst met Lynchia in 2015 en in 2018 met Venus. Lynchia had halverwege het seizoen 4 topprijzen voor Asdaf. Op dat moment komt er een reportage op IPA van Erik den Boer met de DAF Playboy Gilbert, die op dat moment in pole position stond voor Eerste Nationale Asdaf. Lynchia had op dat moment een iets hoger coëfficiënt dan de DAF van Erik. Dat gaf me een motivatie om Lynchia de laatste twee weken nog iets extra te motiveren. Op de voorlaatste vlucht won ze een tweede prijs na een hooggenoot en dat was net niet voldoende dan het voor Eerste Nationale Asdaf te kunnen worden. Dus moest ik ze ook nog eens spelen op de laatste vlucht. De laatste kans, de laatste vlucht, 41 duiven mee. Wie kwam er als eerste aan? Lynchia. Ze won een derde van 1300 duiven en dit was net voldoende voor Eerste Nationaal Asdaf te kunnen worden met het laagste coëfficiënt ooit in de Belgische duivengeschiedenis in haar discipline. Lynchia is een topkweekduivin geworden. Zo kreeg ik nog net te horen dat ze grootmoeder is geworden van de derde Nationaal Asdaf Font bij Senegal Gazaar. Drie jaar later was Venus aan de beurt, won zij Eerste Nationaal Asdaf. Wat haar speciaal maakte, was dat ze juist 4 vluchten heeft gevlogen, de eerste 4 van het seizoen. Dat ze daarmee haar titel al binnen had en ik durf ze niet meer lossen, omdat ze elke keer bij de training 2 uur, 2,5 uur wegbleef. En ik vond het risico te groot voor haar nog te laten vliegen. Ondanks dat ze nog maar enkele jaren op de kweek zit, zijn er al tal van kleinkinderen dat topduiven geworden zijn. Onder andere dit jaar een kleinkind dat de 15e Nationaal Asdaf viert bij mezelf. Een direct kind de 8e Nationaal Zone Bourges won dit jaar. In 2021 was voor mij een fantastisch jaar, ook nog met de titel Eerste Nationaal Kampioen op de Kleine Halve Font. Nadat ik vorig jaar ook Eerste Nationaal Kampioen was op de Grote Halve Font.